In de eerste wedstrijd na de winterstop, uit tegen Vitesse, raakte Florian Jozefsoon geblesseerd. Het bleek de beruchte kruisbandblessure te zijn. Afgelopen dinsdag is hij geopereerd. Vanmorgen was hij weer op de hertgang om te vertellen hoe de operatie is gegaan. Het is goed gegaan, voor de rest geen schade. Alleen kruisband, maar voor de rest geen schade. Dus het is goed gegaan. En hoe voelt het nu, een paar dagen later? Veel beter. De eerste dag had ik wel veel pijn, maar nu valt het wel mee. En hoe is het met je gevoel in de bovenkamer? Want het moet een lullig gevoel zijn, zo lang niet kunnen voetballen. Ja, zeker. Maar je moet het knopje ook weer omzetten en zo sterk mogelijk hieruit komen. Ik wil er ook geen tijd aan vastplakken, 6-9 maanden. Ik wil gewoon zo sterk mogelijk en zo goed mogelijk terugkomen. Ja. Wat heb je voor verwachting van die revalidatieperiode die je tegemoet gaat? Dat ik er sterker uitkom en dat ik heel goed ga revalideren met Egiet en Rob. Dus het gevoel is goed. En je houdt je vast aan voetballers die hetzelfde hebben gehad en die er ook heel goed uitgekomen zijn, denk ik? Ja, zeker. Er zijn genoeg voorbeelden. Ik ben niet de eerste en ik zal ook niet de laatste zijn. En het gaat goed komen.